Beste kijkerfans, we zijn nou toch nog naar het Oosterpark, al zit het weer niet mee. We trotseren voor jullie elk weer ijzel en sneeuw en zo. Maar we gaan alle kunsten bekijken in het Oosterpark. Kom op, Beb. Dit Oosterpark is zo echt in 1894 geopend. Hè? Ze hebben er een paar jaar gewerkt, maar dan had je ook wel wat. En deze brug, dat is brug 159, die is in 1929 vervaardigd. En de architect van deze brug, dat is Piet Kramer. Maar ja, verder wel een leuke brug. Kom, dan kunnen we er overheen lopen en komen bij de muziekkapel. Wat is daar verderop? Oh, dat is iets van Jan Wolkers van Draadstaal. Dat is het monument van de tachtigers. En dat zijn de tachtigers uit de 19e eeuw, hè? Om je agressie af te leveren. Heb jij er geen zin in? Nee. Nee, ik ook niet. Staat hier sinds 1904. Kijk, Justus van Maurik was een erg populaire schrijver en dichter uit die tijd. En om hem te herdenken. Hebben ze deze bank tussen de Jolleman, die zaak van Den Dam, ik weet niet wie dat allemaal zijn, maar het ziet er leuk uit, toch? Karakters uit de boeken van Justus, oude Sientje en Mie de Porster. Ja, vroeger had je van die porders, hè? Die maakten je wakker 's ochtends. Dus hier was de grens van Amsterdam vroeger? Ah, wel nee, dat komt uit een of ander depot, die oude paal, joh. Oké. Okay. Het is uit 1995 en het heet communicatie. De meeste gesprekken vinden plaats via onze lichaamstaal. Aart Lambers heeft communicatie tot de essentie teruggebracht. Ja, in zijn beeld Lambers wil met zijn kunsten dialoog tussen bevolkingsgroepen tot uitdrukking brengen. Eens kijken, joh. Kijk, dat is de politie van Albert. Ah. Hele mooie boom. Zie je die eentjes? Die vinden dat lekker met die blubberpoten. Voor onze lieve vrouw als Oost, dat is hier, hè? En dat kijkt zo uit op het Oosterpark, dus dat is heel leuk. Als je daar net geweest bent, dan kan je daar even gaan wandelen. En als je hebt altijd Kitty Kottie hier op 1 juli in het Oosterpark. En dan zie je altijd hele rijen mensen die gaan daar plassen. Ik bedoel, het is ongelooflijk. Je moet die rijen voor de wc's eens zien. Ze doen net of het een openbaar toilet is daar in dat ziekenhuis. De herdenking voor alle slachtoffers van de internationale slavenhandel. Vindt altijd hier plaats, er worden kransen gelegd. Nou ja, dit is het Nationaal Monument Slavernijverleden uit 2002. Hè? Dus het is een gedeeld verleden, een gezamenlijke toekomst. En dat is gemaakt door Erwin de Vries, iemand uit Paramaribo. Ik wist niet dat jij een bomenknuffelaar was. Je was zo'n oude boom. De titaantjes, jongens waren we, maar aardige jongens. Nessio, 1882-1961. Ik vind het een mooi beeld. Het is een mooi beeld en het is ook een van mijn favoriete schrijvers. Ah, kijk nou eens even, het houdt ook niet op, hè, Beb. Kijk eens wat we daar nou weer zien. Van wie is dat van? Van Jeroen Henneman. Het is een oneindige schreeuw als symbool voor de vrijheid van meningsuiting. Dit monument is opgericht na de moord op regisseur, columnist en programmamaker Theo van Gogh. Zo, en het schijnt een beetje gebaseerd te zijn op die andere schreeuw, hè? Van, hoe heet het? Munch. Ja, van Munch, ja, ja. Die zweet. Het is toch wel een beetje lente, hè, in deze nattigheid. Hij was van vuur, een golvend vlam, een stromend stuk natuur. Herman Gorter. Nou,
Pieter Zon. Dat is de klokkenrijder van meneer Bolhuis. En weet je waar die ook beroemd om geworden is? Nee. De lammetjes op het Osdorpplein. Oké. Ja, weet je wel, het winkelcentrum. Dat zijn allemaal lammetjes. Dan moet je maar eens opzoeken. Kijk, het komt eigenlijk uit het Stedelijk Museum, heb ik begrepen. En de bedoeling was dat kindertjes er achterop gaan zitten. Maar ik ga dat niet doen, hoor. Dat lijkt me veel te link. Ik zie me al zo er weer afglijden. Ja, het is nu ook een beetje nat en koud, hè? Het is nat en akelig, ja. Kijk eens, wat domt daar uit het groene gras? Het bolgewas. Ik heb me helemaal laten inspireren door de tachtigers. Als een bloem die een zonnige dag begroet, rijst deze goed langs lachse man uit de grond. Hij ontwierp zijn bolgewas oorspronkelijk, maar door vandalisme werd het vervangen door brons. Oh, in beton was het, jeetje. Zo kan het mannetje de zon elke dag blijven begroeten.